sportpark van VV Glimmen, niet ver van Groningen Airport Eelde, wordt voor de 11e keer het FC Groningen G-toernooi georganiseerd. Kom, we gaan het veld in. FC Groningen verdediger Hans Hatenboer is ambassadeur van het toernooi waar dit jaar 10 G-teams aan meedoen. Ja, het is heel leuk om te doen. Als je ziet hoeveel plezier ze hebben, hoe leuk iedereen het ook vindt. Ook van onze jongens. Iedereen heeft plezier. En dat slaat ook wel over naar iedereen, denk ik. Ben je aanvoerder? Dan ga ik bij de aanvoerder staan. Ja, een beetje duwen, een beetje... En gespeeld, vriend? Ja, gespeeld, hè? Jij niet? Ja. Tuurlijk mag je dat. Hatenboer was de tweede helft van het vorig seizoen vaste kracht in het elftal van trainer Erwin van der Looy. Maar in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen, tegen Go Ahead Eagles, raakte Hatenboer geblesseerd. Dat is al nooit leuk. En dat je dan, als je weer fit bent, ernaast staat, ja. Ik denk dat niemand het leuk vindt om wissel te staan. En ik ook niet. Dan ben je blij met alle minuten die je pakt en om je toch weer te laten zien. Afgelopen zondag moest Tom Hiarie na een kwartier in de tweede helft geblesseerd van het veld. En kreeg Hatenboer dus 30 minuten de kans om zich te laten zien. Ja, als je lang niet gespeeld hebt, dan krijg je die minuten om een half uurtje weer te spelen. Om je weer te bewijzen. Ja, dan denk dat je dan nog iets getergder bent. En nog weer wil laten zien dat je er eigenlijk in hoort. Dan ga je nog vol de duels aan. Natuurlijk wil je dan winnen. Dan je staat 1-0 voor en dan wil je dat niet meer weggeven. We kijken waar die mooie jongen staat. Die baas mooi. Nou? Die is een veld. Vind je die mooi? Hey, hoe is het? Ja, goed hoor, met jou? Ja, zeker. Lekker drinken mee, snoepjes mee. Oké, dankjewel. De komende dagen gaat FC Groningen zich voorbereiden op de ontmoeting van zondag in Rotterdam tegen Feyenoord. Vanaf nu staan alle kopjes eerst nog even bij deze middag dan. Maar vanaf morgen gaan we ons voorrichten op Feyenoord. Welke punten van hun wij in de gaten moeten houden en waar wij eventueel onze winst kunnen halen. Gefeliciteerd, keep it. Ja. Door de blessure van Hiarie is de kans groot dat Hatenboer zondag begint tegen Feyenoord en dan zijn debuut gaat maken in de Kuip. Wat ik gehoord heb is het echt leuk om daar te spelen. De sfeer is fantastisch en natuurlijk een van de mooie stadions van Nederland. En Feyenoord ook een goede ploeg, dus als je tegen zo'n tegenstander een rentree kan maken in dat stadion, ja, is leuk natuurlijk. Ja, want Feyenoord heeft wel wat goed te maken. Heeft nog geen enkele wedstrijd thuis gewonnen. Jullie kunnen je borst nat maken. Ja, maar ik denk dat wij ook wat goed te maken hebben. Ik denk niet dat het publiek tevreden was afgelopen wedstrijd. Je wint wel, maar wij waren allemaal zelf niet tevreden en het publiek ook niet. Dat hoor je wel, dat die met de fluitconcerten, je wint dit met 1-0. Maar ja, iedereen fluit je gewoon uit eigenlijk naar de wedstrijd. Dus ik denk dat wij ook weer wat goed te maken hebben en daar gaan we er gewoon voor zondag. Het is aan ons om goede organisatie te hebben en hun op de juiste momenten pijn te doen. Zodat het vertrouwen ook weer, zoals bij elk team, heel snel weg kan zijn als we hun pijn kunnen doen op de juiste momenten. 3, 2, 1, 0. Het 11e FC Groningen G-toernooi werd gewonnen door Asser Lions. Ik hou de microfoon er even bij, maar je hebt het over Feyenoord. Ja, nee, maar ik ben niet van Feyenoord. Ik ben voor Ajax en Groningen. En voor Groningen dan? Ja, Groningen ook. En wat gaan ze doen komende zondag tegen Feyenoord? 1-2. 1-2? Ja. Dus Sergio moet wel een bal doorlaten als ik dat zo hoor. Ja, moet je wel een bal doorlaten. Ben je het mee eens, Sergio? Nee. Nee. Ik wil graag 0 tegen doen. 0 is goed, jongen. Ja? Dus 0-2 dan of 0-1? 0-1. Sowieso. Ja? Jongen. Ho, ho.